In de vroege zomer oogst je heermoes als ze ongeveer 40 centimeter hoog zijn en volledig uitgegroeid zijn. En de volledige plant een beetje stuggig aanvoelt. Dan doe je ongeveer bosjes maken van 20 tot 30 heermoesplanten. En die hang je op deze manier op zijn kop te drogen. En de droogtijd moet vrij lang zijn, omdat echt al het vocht eruit moet. En deze die hangen hier nu ongeveer 8 weken. En dan zijn ze echt volledig droog. En dan kan je ze vermalen tot een mineraalrijk poeder. Wat heb je dus nodig om hiervan een poeder te maken? Een snoeischaar. Een lepeltje. Een kookwekker. En heel belangrijk, een blender. Wat doe je dan? Eerst knip je dit laatste stuk knip je eraf. Dat zijn onder andere de wortels en het begin van de plant. Dat knip je af en gooi je weg. Dan moet je de middelste stengel moet je verwijderen. Je gebruikt eigenlijk alleen maar de zogenaamde bladeren, die gereduceerd zijn tot ook een soort stengels. Deze bladeren haal je dan als volgt af. Zo in het midden. En dan doe je gewoon zo en trekken. En dat stop je in de blender. Kan ook zo. En het bovenste stuk stengel mag best mee. Dus dan haal je. Zo, dit stop je in de blender. En dit stop je ook in de blender. En dan hou je deze takjes over en die gooi je weg. Dan sluit je het af. En doe je eerst op halve snelheid, zodat het al een beetje gemalen is. Plantenmateriaal echt kurk en kurkdroog zijn. Want als er nog maar een klein beetje vocht in zit,
dan krijg je het niet zo goed vermalen, want dan wordt het meer een soort pasta en dan loopt heel vaak de blender daarop vast. Dus het plantenmateriaal moet echt kurk en kurkdroog zijn. En, ook heel erg belangrijk, de blender zelf moet ook kurk en kurkdroog zijn. Goed, dan doe je hem op de volledige snelheid en dan laat je hem 5 minuten laat je hem dan draaien. Je ziet dat het al een beetje begint te stuiven. Je zou hiervoor gewoon je hand erop kunnen leggen. Omdat ik heb gemerkt dat ieder ander iets wat ik erop leg, dat trilt er vanzelf af. Dus gewoon je hand erover, anders ja, dan komt het allemaal in de lucht en dan adem je het allemaal in. En dat is niet echt de bedoeling. Goed dan, na 5 minuten dan is het klaar. Dan zie je dat je hand groen en is helemaal een fijn poeder geworden. Het kan zijn dat er nog wat takjes in zitten die niet goed mee zijn gegaan. Die haal je dan nog even eruit. Soms heb je dat wel en soms heb je dat niet. Maar die kan je dan gewoon verwijderen. Goed, en dan heb je een heel mooi groen fijn poeder. Wat zeer mineraalrijk is. En dit poeder kan je bijvoorbeeld over je maaltijden heen strooien. Bijvoorbeeld 1 theelepeltje over iedere maaltijd. Dus 1 theelepeltje, 1 afgestreken theelepeltje, doe je dan over iedere maaltijd. Dan heb je hier zo poeder van heermoes. Dit doe je dan 3 maal daags over je maaltijden. Of door je smoothie of ergens anders bij je voeding. Tijdens de maaltijden innemen. En dan maximaal 8 weken achter elkaar gebruiken.